Goedemorgen. Vandaag de dag zijn we het atelier van Joke. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ik ga u vandaag een paar vraagjes stellen over hoe u bent begonnen als kunstenaar. Wat u het meest interesseert in de kunst en wat u eigenlijk het leukste vindt. Dat is goed. Oké, nou, we gaan dan natuurlijk beginnen waar iedereen is begonnen. Het ultieme begin van de kunstenaar. Wanneer is het eigenlijk begonnen? Nou, eigenlijk al als klein kind. Ik wilde altijd al in huis alles verbouwen, alles veranderen. Ik was goed in naaien. Ik was handig met mijn handen. Ik vond het ook altijd vreselijk leuk om dat soort werkjes te doen. Maar goed, ik ben toch doktersassistente geworden. Want wij moesten vroeger in die tijd nog een vak leren. Ja. Maar dat kriebelde. Ik was 19, toen woonde ik in Groningen. En toen ben ik een opleiding gaan volgen aan de handenarbeidsschool al daar. Wat een allround opleiding voor bezigheidstherapeuten. En je komt er met zoveel andere technieken in aanraking. En waaronder het vak edelsmeden. En ik had een doosje gemaakt en dat was in mijn ogen niet goed. Toen verhuisde ik op mijn 23e naar Oosterbeek. En toen zag ik dat er in Arnhem dus een opleiding was voor edelsmid. En dat ben ik gaan volgen, de cursussen allemaal. En zodoende ben ik behept met het virus, kan je wel stellen. Dus ik ben edelsmid beeldend kunstenaar geworden. Ik ben alleen opgeleid door kunstenaars, door edelsmeden. Nog steeds, ik volg nog masterclasses. In dit vak moet je ook doorgaan, je blijven vernieuwen, want anders is het stilstaan. En dan is er ook geen brood meer op de plank. Nee, dat is ook dus, zo. Ja. En u zegt het virus. Het is een soort virus waar je mee besmet raakt. Een soort van kou waar u wel staat en niet meer los kan laten. Dat vind ik wel een hele leuke opmerking. Ja. Laat het zo daarop houden, ja. Sieraden? Ja. Ja. Waarom sieraden? Waarom sieraden? Ja, een edelsmid maakt of grote ornamenten of sieraden. En een vrouw houdt van sieraden, zeg ik dan maar. Nu ben ik niet zo van het goud. Ik werk zeker met goud. Maar ik vind juist grote sieraden vind ik meer passen in zilver. Dus vandaar dat ik hoofdzakelijk met zilver werk. En goud, doe ik zeker, maar ik werk alleen maar in opdracht. Ja. Dus dat is dat is toch anders dan dat je naar een juwelier gaat en je hebt er alles voor het uitzoeken. Ja, dus het is echt een speciaal stijl die ik heb ontworpen, waar je mee bezig bent met klanten komen. Ik werk ook veel met oude sieraden, kapotte sieraden, erfstukken die mensen krijgen. En die ornamenten die verwerk ik dan weer in een nieuw draagbaar sieraad. En dat is gewoon vreselijk leuk om te doen. Iedereen heeft iets bijzonders, iets unieks, maar ook iets heel eigens en iets waar ze herinneringen aan hebben. Dus dat is gewoon vreselijk leuk. Sowieso om dat dan te creëren is natuurlijk prachtig om zo eens natuurlijk te maken. Ja, en het ontwerp doe je samen. Ik heb natuurlijk heel veel voorbeelden, want alles wat ik maak, dat fotografeer ik, zet ik op de computer. Ja. Zodat mensen ook kunnen zien, want ik heb nooit eigen tastbaar, behalve mijn eigen spullen die ik hier allemaal in de winkel heb. Maar het is ook leuk als mensen komen, vraag ik ook altijd of ze alles mee willen nemen. En dan spreiden ze dat zo uit op de tafel. En ze hoeven echt niet alles hoeft te gebruikt te worden. Maar het gaat voor mij ook om een indruk te krijgen van wat hebben ze allemaal, wie is die persoon, wat past erbij. Ja. En zo kom je samen zelf tot een ontwerp en ik zie direct eigenlijk de mogelijkheden en heb er al een beeld bij van wat ik ermee kan doen. Ja, dat ontstaat, dat zit in je. Dat is een beetje de band met de klant. Ja, dat zeker weten. Ja. Nou, wat ik ook heel erg leuk vind, ik krijg ook altijd een hand als mensen weggaan. Ja. En dat is nergens eigenlijk meer gebruikelijk, maar dat toont toch iets van... Ja, dat is heel bijzonder. Ja, je krijgt zeker een band met elkaar. Dat is sowieso heel fijn om, als u zeg maar bezig bent met een ontwerp en de klant is tevreden, dan denkt u, ik heb toch mijn werk weer goed gedaan. Dat is toch een soort van, een klomp op mijn hart dat het goed gegaan is. Ja, zeker. Dat doet ook wel wat met je. Hè? Als mensen je werk waarderen, dat is zeker heel fijn. Ja. En u maakt ook
ander werk, dus als sieraden? Ja, ik maak ook beeldend werk. Ik ontwerp een soort wandpanelen. En ik maak ook buiten sculpturen, objecten of ook voor binnen, van roestvrijstaal of van kortingstaal. Ja. Dat ontwerp ik, maar dat voer ik niet zelf uit, want dat is meer wastechnieken. En dat laat ik dan uitvoeren, ja. En dat is gewoon groot, dat is 4,5 meter hoog. Dat weegt dan iets van 3 ton of wat. Ja, dat is aardig veel. Dat kan ik met mijn blote handjes niet allemaal.